Nummer 18 past voor de ophoging van de taluds bij de aansluiting van de nieuwe N18 op de A35, zogeheten AEC-bodem als toe. AEC-bodem als is een zwart, korrelig materiaal dat bestaat uit reststoffen die overblijven bij de verbranding van huishoudelijk afval in een afvalenergiecentrale. Het is een zogeheten IBC-bouwstof die toegepast mag worden met IBC-maatregelen. IBC staat voor isoleren, beheersen en controleren. Het gebruik van bodemmas is veilig, zolang de toepassing volgens de wettelijke richtlijnen gebeurt. AEC-bodemmas heeft uitstekende eigenschappen als het gaat om draagkracht. Het zwarte, zandachtige materiaal wordt daarom ingezet als bouwstof en dient onder meer als fundering onder wegen. Nummer 18 voorkomt eventuele stofvorming door de terpen vochtig te houden. Omdat het goede eigenschappen heeft op het gebied van draagkracht, wordt deze bouwstof al meer dan 20 jaar in Nederland gebruikt bij de bouw van wegen. Vervuilde grondstof en mag om die reden niet in contact komen met grondwater. Verwerking van bodemassen gebeurt dus onder bepaalde voorwaarden. Een voorbeeld is het afdekken met folie. Daarnaast vindt monitoring plaats, onder andere van grondwater. Bepaalde stoffen worden afgegeven aan bodem en grondwater, wordt de bodemmas geïsoleerd en verpakt met een folie die bestand is tegen onder meer gravende dieren en boomwortels. Door middel van pijlbuizen wordt het grondwater gemonitord. Waterstaat zijn zich bewust dat het gebruik van bodemmas tot vragen in de directe omgeving kan leiden. Als u vragen hebt over het toepassen van AEC-bodemmas, kunt u alle info van Rijkswaterstaat nalezen in dit bericht. Heeft u daarna nog vragen, is er ook contactinformatie van Rijkswaterstaat en Nober 18 vermeld.